Goedemiddag allemaal en welkom bij deze speciale video. Gisteren tijdens de livestream wou ik dolgraag een glitch laten zien die dus mogelijk is in Hyrule Warriors. En ja, tijdens de livestream is het niet gelukt, dus had ik beloofd dat ik er een video over zou maken. En hier is die video. Nou, we gaan naar Adventure Mode, omdat deze glitch die werkt zeg maar bij een baas te killen. Dus dat gaan we ook zeker doen. Dus de baas die het makkelijkst is om deze glitch bij uit te voeren, dat is Goma. Dus je wil sowieso naar een level toe gaan waar dat je zeg maar Goma moet verslaan. En waar je dus zeg maar niet te veel vijanden hebt. Dus ik kies deze daarvoor. En ik vind het persoonlijk, je kunt het met elke karakter doen. Maakt niet uit met welke karakter dat je het doet. Ik vind persoonlijk Lana het makkelijkste met de Summoning Gate. Je kunt het ook met Link doen, je kunt het met Kirahim doen, je kunt het met iedereen doen. Maar heel belangrijk is dat je wapen rubies plus heeft. Dat is heel belangrijk. De rest maakt niet zoveel uit. Maar rubies plus, zorg ervoor dat je een wapen selecteert met rubies plus. Anders werkt de glitch niet. Dus heel erg belangrijk. Ja, we gaan er even heel erg snel doorheen. Hè? Nou, de aanval die ik zelf het liefste gebruik, dat is met de sterke aanval ga ik eerst eventjes door mijn summons heen. Hè? En dan hebben we hier hebben King Dodongo. Maar we willen dus Eragnog. Nou, daar hebben we hem toevallig. Ik ken hem niet goed uitspreken. Maar dan willen we dus zeg maar een sterke combo waar ik hierbij faal. De sterke combo is zwak, sterk. Om hem dan op te roepen. En omdat je die net hebt opgeroepen, krijg je dus een sterke aanval. Dus ik ga hem hier nou nog een keer proberen. En natuurlijk gaat het nou enorm lang duren voordat ik hem krijg. Dit is gewoon een tactiek die ik zelf het makkelijkste vind om hem zo snel mogelijk en zo vaak mogelijk te proberen te verslaan. Want de glitch waar we natuurlijk voor gaan, dat is zeg maar de Ruby glitch. Dat je in één keer 9.999.990 rubies krijgt. Het maximaal aantal rubies in het spel. Dus ja, nou mag ik alsjeblieft nou heel eventjes de summon die ik nodig heb. Dat zou heel erg fijn zijn. Natuurlijk krijg ik hem nou niet, hè. Dus ik wil jullie even de aanval laten zien die ik dus zeg maar gebruik. Ah, daar hebben we hem weer. Dus zwak. Zwak, sterk, hoppakee. En dit is de aanval die we dus zeg maar willen gebruiken. Hiermee kun je hem in één klap zeg maar neerhalen. Ligt eraan hoe sterk dat je karakter natuurlijk is. Maar nogmaals, het kan met alle karakters. Dus laten we de battle even restarten en laten we eventjes zien hoe dat het werkt. Nou, als we dus zeg maar onze Goma willen verslaan, moeten we hem verslaan op een andere manier als dat we gewend zijn. Normaal gesproken zou je dus zeg maar de final blow doen als je de gele rand om hem heen ziet. Die aura van dat je alles gedaan hebt. Maar dat wil je dus absoluut niet doen. Je wil hem dus zeg maar killen zonder de final blow te gebruiken. Dus we wachten daar, even schieten. We hebben de dingen, kom op. Nog een keer, en... Kijk, zo killen we hem in één keer. Daar is die ring, maar die negeren we. En nou is hij dus kapot. En nou is het dus een kans dat de glitch zeg maar gaat. Ja, ik zeg eventjes bij nadruk, kans. Ja, we hebben hem niet. Ah... De kans is namelijk, ik zet hem heel eventjes overnieuw. De kans is namelijk op het moment dat je dat doet, worden er dus automatisch rubies bijgekend door de rubies plus functie. Tenminste zover informatie dat ik heb gevonden. Dus wat er nou eigenlijk gebeurt is, op het moment dat jij maar minder als 100 rubies hebt, dus tussen de 20 en 100 rubies, ik denk 20 en 80 zelfs, dat dat best wel een kans geeft. Dan heeft het spel ook een kans om een paar rubies eraf te trekken voordat ze zeg maar de rubies erbij tellen. En aangezien dat je niet in een negatieve aantal rubies kan komen, zorgt er dus voor dat je dus in plaats van min 1 ruby of min 10 rubies automatisch dus op het maximaal aantal digits is wat het spel heeft. Wat in dit geval dus 9.999.999 is. Dus zo werkt het een beetje. Ik hoop dat ik het zo'n beetje, ja, zover dat mijn research is. Dus er zit een factor bij luck bij, dus je kunt er heel kort mee bezig zijn, heel lang mee bezig zijn. Ik denk dat ik iets van 10 tries nodig had. Dus laten we maar kijken of het bij deze gaat werken. En... ik knal hem neer. Ik heb nou 42, 36... Sorry, 32, 36 is mijn hoop. Poef! Ja hoor, daar is hij. Hoppakee. Hier eventjes in de rewind zien we hem. Op het moment dat Goma explodeert, krijgen we in één keer zoveel rubies. Ongelooflijk. Maar ja, je kunt de glitch eigenlijk zo vaak doen als je eigenlijk wil. Hoe vaak dat eigenlijk zou werken. Want ja, zoals ik al zei, er zit een factor van geluk bij. Omdat die rubies plus counter, die zorgt ervoor zeg maar voor een soort random... buff die je dan krijgt als je een vijand verslaat. En blijkbaar, het werkt ook met andere bazen. Ik heb gehoord dat er ook met de Dodongo tot het daarmee werkt. Met Aranok werkt het ook mee. Ah, sorry, ik kan die naam niet goed uitspreken. Dus ja, hier finish ik eventjes de level. Laat ik ook nog een keertje zien hoe... Ik ben niet goed bij post-commentary. Dit is de eerste keer dat ik post-commentary doe, maar... ja... niet dat het echt heel erg veel uitmaakt, maar goed. Dus ja, maar... zo werkt dus eigenlijk de glitch. En als je het level hebt gehaald, dan krijg je in één keer zoveel rubies. Nou, deze glitch heeft geen negatief effect in het spel. Het gaat niet je save data corrupt maken of iets in die trend. Het is helemaal safe om te gebruiken. Ik speel dit op 1.6.0, dus dat is de laatste update die op dit moment is uitgebracht.
En ja, ik heb gehoord dat er nog een andere, of dat er op het moment nog geen updates in ontwikkeling zijn. Dus je hebt tijd genoeg eigenlijk om deze glitch te gaan uitproberen. Dus nogmaals, je kunt hem ook zo killen. Je hoeft niet tegen hem in te dashen. Als je hem maar killt zonder de final blow te gebruiken. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En dan moet je gewoon een paar keer overnieuw doen. Totdat je dus zeg maar hem voor elkaar krijgt. Nou, en als je dan eenmaal gehaald hebt, zit er een klein nadeeltje aan. En die zullen we dus nu gaan zien. Het kleine nadeeltje wat je dus hebt is, op het moment dat je te veel wapens krijgt, alle rubies die je nog verder hebt gekregen van de basis zullen niet bijgeteld worden, omdat je zit op het maximaal aantal rubies. Alle rubies die je verzameld hebt, worden er ook niet bijgeteld, want je zit op het maximale. En ik weet niet waarom ik vind deze cutscene niet zo leuk. Ik zeg koeko, koeko, oh dat zijn wel heel erg veel koeko's, run! Ah! Oké. Okay. Oh, mijn stem. En dan met te bedenken dat ik morgen opnames weer heb voor Terraria. Ja, daar zijn de opnames. Morgen komt de aflevering dus iets later. Maar daar zien we het dus nog een keer. 9.999.999 rubies. Ongelooflijk. Nou, je moet weer wapens verkopen. Helaas krijg je daar dus ook niet rubies van vanwege de glitch. Maar je kunt die glitches zo vaak doen. Hartstikke makkelijk om je karakters op te levelen. Dus, ja. Ik ben blij dat ik het eindelijk aan jullie heb kunnen laten zien. Nou, zonder enig oponthoud, ik denk dat ik het daarbij ga rappen. Dus ik dank jullie voor het kijken. Ik ga verder eventjes met de aflevering in het Engels om die ook eventjes te renderen. En ik hoop jullie morgen te zien bij een nieuwe aflevering van Terraria. Doei!